Ligt het aan het kabinet, dan komen er twee nieuwe kerncentrales. Hier, in het Zeeuwse Borselen, waar nu ook de enige kerncentrale staat die nog gebruikt wordt. Maar waarom willen we meer kernenergie? Voor- en tegenstanders staan eigenlijk al zolang als het bestaat recht tegenover elkaar. In deze video zet ik de belangrijkste argumenten voor en tegen voor je op een rij. Kernenergie wordt al een hele lange tijd opgewekt. Na de Tweede Wereldoorlog keken meerdere landen hoe ze de techniek achter kernwapens ook op een positieve manier konden inzetten. Niet voor vernietiging, maar voor het opwekken van stroom. De Sovjet-Unie was in 1954 het eerste land dat een kerncentrale opende. Daarna volgden meer landen en Nederland kwam er in 1969 bij. Toen opende onze eerste centrale in Dodewaard in Gelderland. Nu hebben we er dus alleen nog één in Borselen. En wat er precies gebeurt in zo'n centrale heeft alles te maken met zware atomen. Die vind je bijvoorbeeld in uranium. In een kernreactor worden die zware atomen beschoten met een nog kleiner deeltje, een neutron. En dat zorgt ervoor dat het atoom splijt en daarbij komen weer meer neutronen vrij. Die zorgen op hun beurt weer voor nog meer splijtingen en dat is een kernreactie waar enorm veel energie bij vrijkomt. Die wordt opgevangen in de kerncentrale en daarom kunnen we het gebruiken als elektriciteit. Klinkt goed, zou je misschien zeggen. Maar toch zijn de meningen over kernenergie door de jaren heen flink verdeeld geweest. Soms wordt er positief over gedacht, maar er zijn ook grote protesten tegen geweest. Bijvoorbeeld in de jaren 70 en 80. Te protesteren tegen het op gang van een proces waarvan we niet weten hoe dat afloopt. Maar die zorgen lijken nu ver weg. Onder het Eén Vandaag opiniepanel wordt al jaren onderzocht hoe mensen denken over kernenergie. En zoals je ziet wordt dat eigenlijk steeds positiever. In 2022 was 67% ervoor dat er in Nederland kernenergie wordt opgewekt. Het kabinet heeft dus ook plannen voor nieuwe kerncentrales. En voordelen daarvan zijn er zeker. Ik loop er een aantal met je door. We willen zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen. De twee kerncentrales zijn een goede toevoeging aan die energiemix. Misschien wel het belangrijkste argument voor kernenergie. Er is bijna geen CO2-uitstoot. En zeker in een tijd dat ons land hard moet werken om de klimaatdoelen van 2030 te halen, wordt dat gezien als een groot voordeel. Kernenergie moet een handige aanvulling worden op bijvoorbeeld zonne- en windenergie. En ten opzichte van die twee heeft kernenergie zelfs nog een streepje voor. Want de kerncentrale staat altijd aan en kan ons continu van stroom voorzien. En bij zonne- en windenergie is dat niet zo. Want is het donker in de winter, dan is er natuurlijk veel minder zonne-energie. En is het windstil, dan is er geen windenergie. Daarnaast neemt een kerncentrale relatief weinig ruimte in ten opzichte van zo'n zonne- of windpark en toch wordt er veel stroom mee opgewekt. Nog een voordeel, een kerncentrale gaat relatief lang mee, want ze kunnen ons zo'n 60 tot 80 jaar van stroom voorzien. Vergelijk je dat bijvoorbeeld met de levensduur van een zonnepaneel, zo'n 25 jaar, dan is dat natuurlijk ook een pluspunt. Alles wordt elektrisch en met alleen wind en zon ga je dat niet redden. Dus bijna geen CO2-uitstoot, altijd beschikbaar en een lange levensduur. Maar zoals gezegd, niet iedereen is blij met kernenergie. Hoe zit het met de nadelen? Daarvoor beginnen we met eigenlijk nog een voordeel, want het gaat zeker bij moderne kerncentrales bijna nooit mis. Maar gebeurt er een ongeluk, dan is er ook meteen een groot probleem. Er blijven nog veel vragen over de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl. Bij veel tegenstanders zitten de beelden van Tsjernobyl of recenter Fukushima nog vers in het geheugen. Enorme kernrampen waar radioactieve straling voor enorme gevolgen zorgde in de wijde omgeving. Bij beide rampen zijn mensen door de gevolgen van straling om het leven gekomen. Ze kregen bijvoorbeeld kanker, al is het precieze aantal slachtoffers lastig vast te stellen. Bij Tsjernobyl liggen de schattingen zo tussen de 30 en de 90.000. Bij Fukushima is dat tussen de 1600 en de 2000. Dan is er nog een ander probleem. Kernafval. Dat blijft namelijk ongelooflijk lang radioactief. En daarom moeten we het veilig opbergen. Op dit moment gaat dat afval hier naartoe. Het bedrijf Covra, dichtbij de huidige kerncentrale in Borselen. Daar wordt het opgeslagen in een ruimte met een betonnen muur van 1,70 meter dik. En de afspraak is dat het daar 100 jaar mag blijven liggen. Maar dan is de straling van het meest radioactieve materiaal nog lang niet verdwenen. Want het kan wel tienduizenden tot honderdduizenden jaren duren voordat het materiaal niet meer gevaarlijk is. Daarom moet er een permanente oplossing worden gezocht en dat wordt de eindberging genoemd. Tot 2130 mag het materiaal boven de grond worden opgeslagen, maar daarna moet het honderden meters onder de grond worden weggestopt. Hoe dat precies moet gaan werken, dat wordt nog onderzocht. Bijvoorbeeld hoe je zo'n ondergrondse berging veilig maakt,
maar ook of Nederland zijn eigen berging moet krijgen of dat verschillende landen hun afval samen zullen opslaan. Veel is nog onzeker en tegenstanders zijn er niet van overtuigd dat het veilig kan. Dan de laatste nadelen. Het kost veel geld, maar vooral tijd. De bouw van de nieuwe kerncentrale gaat miljarden kosten en wel jaren duren. Er gaan namelijk allerlei procedures aan vooraf, zoals het afgeven van vergunningen, voordat er überhaupt begonnen mag worden. Het allervroegste moment dat zo'n kerncentrale er staat, is waarschijnlijk pas 2033. Maar de klimaatdoelen moeten we al voor 2030 gehaald hebben. En die nieuwe kerncentrales gaan daar dus niet bij helpen. En volgens sommige tegenstanders is maar de vraag of we kernenergie daarna nog nodig hebben. De technieken voor bijvoorbeeld waterstof, maar ook voor zonne- en windenergie, zijn dan waarschijnlijk al veel verder ontwikkeld. En mogelijk hebben we daar dus al meer dan genoeg aan. We hebben die twee kernfabrieken helemaal niet nodig. Dus, het gevaar van een kernramp, radioactief afval en de lange tijd die het duurt om kerncentrales te bouwen. Voor tegenstanders zijn dat meer dan genoeg redenen om er niet aan te beginnen. Wel of geen nieuwe kerncentrales. Uiteindelijk is het maar net welke argumenten je het belangrijkst vindt. Maar een kamermeerderheid is voor en de plannen zijn volop in ontwikkeling. Dus dat ze er gaan komen, dat lijkt wel bijna zeker.